nog even spul inleveren. En dan is het klaar. Heel sportklap, hè? Aha. Witte schoenen, heb je die ook? Witte schoenen? Die vindt ze wel fijn om aan te doen. Ben je nou aan het filmen? Ja. Zeg, Thijs. Thijs 2. Ja. Waarom doe jij hier je schoenen uit? Ik heb geen huisschoenen mee. Geen huisschoenen mee? Je bent vanaf het huisje vertrokken? In deze schoenen? In deze dampende schoenen. Ja, dat heb je met jongens alleen. Dus nu moet ik anders op mijn sokken terug. Ja, dus. Held op sokken. Wel een held. Wel op sokken. Einde filmpje. Daarna hebben we nooit meer iets van Thijs vernomen. Penvriend. In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede, maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden. In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven, dat je alles met je meeneemt wat me lief is in dit leven. En luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem, het vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek en het gevoel
was angstaanjagend, maar je wordt een malen verder. En mijn ogen kijken vragend, waarom zei je mij niet eerder dat je zo van mij vervreemd was? Waarom sprak je over liefde als je nooit draait? En verder zijn voor snowboarden. Doe maar. Hij gaat snel. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk.